Oké, een vergelijking met breuken. Nou, de eerste stap die we eigenlijk zetten is, we willen graag de variabelen aan de ene kant en de getalletjes aan de andere kant. Dus eigenlijk wil ik die 1 zesde x, die wil ik wel links hebben. Nou, doe ik rechts 1 zesde en doe ik het daar ook. Optellen, dan krijg ik min 2 negende x plus 1 zesde x min 1 vierde is min 3 tweede plus 0. Nou, dat kan ik net zo goed weghalen. Plus 0 is niks. Goed zo. Dan wil ik eigenlijk die 1 vierde wel weg. Nou, dat kan. Plus 1 vierde. Plus 1 vierde. Dan gaan we. Dan krijg ik min 2 negende x plus 1 zesde x is dus 0, hè. Min 3 tweede plus 1 vierde. Nou, wat je nu eigenlijk ziet is dat als je die x wil oplossen, dat je eerst die twee breuken bij elkaar op moet tellen. Nou, zullen we ze waarschijnlijk wel gelijknamig moeten maken. Dat kan, hè, want ik zie hier 9 en ik zie daar 6. We kunnen er bijvoorbeeld 18e van maken. Hè, want 18 kan ik zowel delen door 9 als door 6. Dat klopt, hè? Gaan we doen. Dan krijg ik... Nou, ik moet 9 met 2 vermenigvuldigen. Dus dan moet ik daarboven ook. Dan wordt dat min 4. Nou, misschien gaat dat te snel. Dus dan veeg ik hem toch al even uit. Dus wat ik doe, is met een kleurtje. Ik doe deze keer 2. En die doe ik ook keer 2. Nou, dit is samen het getal 1. En ik mag best iets met 1 vermenigvuldigen. Want dan verandert er namelijk niks. Dus ik doe 2 keer 9 is 18. Goed zo. Deze ga ik met 3 vermenigvuldigen, gedeeld door 3. 3 keer 6 is 18. En je ziet dat dit weer het getal 1 is, hè? Komt-ie. 2 keer min 2 is min 4 achttiende x plus 3 achttiende x is... Ho, als ik hier nou eens min 6 vierde van maak, mag, hè? Want wat doe je hier? Ik vermenigvuldig hier met 2 gedeeld door 2. Eens? Nou, dan gaan we optellen. Kijk, min 1 gedeeld door 18x is min 5 gedeeld door 4. Nou kun je het op twee manieren doen. Ik zou zeggen, doe het nou zo. Haal die x weg. Zet hem hier neer. En dan kun je namelijk kruislinks vermenigvuldigen. Kijk maar. Min 4x is min 5 keer 18. Wat je ook kan doen, is even, nee, dat wil ik niet. Dan zeg je van, oké, dan heb ik min 1 achttiende x is min 5 vierde. Dan zeg ik, oh, dan is die x is min 5 vierde gedeeld door min 1 achttiende. Daar worden de meeste mensen niet enthousiast van. Maar gelukkig weten we dat delen door een breuk is vermenigvuldigd met omgekeerd. Dus ik krijg hier min 5 vierde keer 18 gedeeld door 1, min min, maak gewoon een plus van. Nou, dan krijg ik 90, denk ik, hè? Nou, en dat kun je vereenvoudigen. Maar dat mag je lekker zelf doen. Zie je?